Hoe kunnen we God dienen? Daar willen we naar gaan kijken in deze lezing over de Hebreeuwse wortels van Daniël. Daniël was aan het hof in Babel nadat hij was weggevoerd uit Jeruzalem. En daar aan het hof had hij een belangrijke taak. Daniël betekent dan, dien, is recht, rechter. Dani is mijn rechter. Een El komt van Elohim, mijn God. Dus mijn rechter is God. We zien dat Daniël op een bijzondere manier God diende. En dat zien we vooral in het gebed van Daniël. En we willen daarom ook lezen, heel speciaal, Daniël 6 vanaf vers 11. Want Daniël bad op een gewone manier die hij altijd deed. Er staat: nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Daniël diende aan het hof. Zijn medestanders die waren jaloers op hem en ze zochten iets zodat ze Daniël konden beschuldigen, maar ze konden eigenlijk niks vinden. Ze konden alleen zien dat hij 3 keer per dag bad richting Jeruzalem. Hij was dat gewend en de Joden doen dat nog steeds zo. We zien dat de Joden nog steeds 3 keer per dag bidden. Ze beginnen met het avondgebed, want de dag begint altijd de avond ervoor. Dat heet het Arvit. Het ochtendgebed, het Shacharit. En het middaggebed, het Mincha-gebed. 3 keer per dag bidden ze nog steeds. Op Shabbat heeft men daar nog een extra gebed aan toegevoegd en dat heette Musaf. Het zijn bepaalde standaardgebeden. Kennen wij ook nog andere standaardgebeden binnen het Jodendom? Ja, het bekendste is waarschijnlijk wel het Shema, de belijdenis van Israël. Die staat in Deuteronomium 6 vers 4 en daar staat: Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere onze God is één. Andere standaardgebeden zijn onder andere het Amida. Het Amida is een heel speciaal gebed dat ook wel het staande 18 gebed wordt genoemd. Het zijn eigenlijk 19 zegeningen, maar het wordt nog steeds 18 gebed genoemd. En dat vormt eigenlijk het centrale in gebed binnen de synagoge. Het heeft dus een vaste standaard. Het begint altijd met 3 lofprijzingen, 3 aanbiddingen. Daarna 13 zegeningen over het gewone leven. En het eindigt ook weer met 3 dankzeggingen. Dat begin, het midden en het eind vinden we eigenlijk ook terug in het Onze Vader. Het belangrijkste standaardgebed dat wij kennen uit de Bijbel. Ook daar zie je dat het altijd begint met een lofprijzing. Een lofprijzing aan de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Daarna het middengedeelte. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En het eindigt met een dankzegging. Dus met andere woorden, het Amida-gebed zien we eigenlijk als een verkorte vorm in het Onze Vader terug. En dat is ook logisch, omdat Jezus ook Joodse is, dan is dat ook een logische verklaring. We kennen nog enkele standaardgebeden. Tijdens de Shabbat worden onder andere bepaalde het zegenen van de wijn, het zegenen van het brood, het zegenen van de kinderen. Het zijn bepaalde standaardgebeden. En die beginnen altijd met Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Gezegend zijt gij, eeuwige schepper van het heelal. Dat is het centrale wat je steeds in de gebeden terugvindt.
Ook een speciaal standaardgebed, een Joods standaardgebed, is het Kaddish. Het Kaddish is het heiligmaking. Heiligmaking over de dingen in het leven. Het leven en de dood. De Kaddish wordt dan ook vaak opgezegd als ze net voordat ze sterven. En dat gebeurde onder andere ook in de Tweede Wereldoorlog, als ze naar de gaskamers werden gebracht, werd als laatste het Kaddish uitgesproken. Als laatste gebed wil ik het Hallel aanhalen. Dat zijn de psalmen 113 tot en met 118, wat onder andere wordt gezongen tijdens de Pesach, dus de paasmaaltijd. Alle vijf psalmen die beginnen met Halleluja. Vandaar dat het ook het Hallel wordt genoemd. Ik heb hier enkele gebedenboeken meegenomen. Hier over de Shabbat. Hier allemaal gebedenboeken. En als laatste heb ik hier een boekje meegenomen. Er wat staat 251 gedeelten van gebeden die allemaal in de Bijbel voorkomen. Dus door de hele Bijbel heen. Ik vind het zelf mooi omdat er heel veel gebeden in feite toch in de Bijbel staat. We zien dat ook bij Daniël heel specifiek. En die wil ik nu aan jullie voorlezen. En dat staat in Daniël 9. In Daniël 9, vanaf vers 17, lezen we daar: Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Hier zie je weer luister en hoor, zie je weer het sma in feite terugkomen. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op de grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister, Shema. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. We lezen in dit gebed van Daniël heel specifiek dat hij bidt voor Gods bijzondere stad, Jeruzalem. Hij bidt en gaat op de bres staan voor die prachtige stad die God heeft uitgekozen. Is dat niet bijzonder? Daniël, die bidt voor Jeruzalem. Zo mogen ook wij op de bressen staan voor Jeruzalem, omdat God dat van ons vraagt. Daniël is zich ervan bewust. Hij is zich ervan bewust dat de 70 jaar opeens voorbij zijn. Daniël, die gaat bidden. Hij doet voorbeden. Hij gaat vasten. Hij gaat zich verootmoedigen. De drie V's. Dat doet Daniël. Daar kan ik zoveel van leren. Hoe ik God kan dienen. Daniël bidt voor de vrede van Jeruzalem. Prachtig. Er zijn zulke mooie dingen wat wij van Daniël, die in moeilijke omstandigheden er doorheen ging en God ging dienen. En hoe deed hij dat? Hij deed het op vier manieren. Hij is altijd alert. Er is een stukje alertheid bij Daniël. Hij blijft dicht bij God. Hij is alert. Hij blijft Gods wetten volgen. Ook al zijn er moeilijke omstandigheden. Maar hij is ook alert op de 70 jaar doordat hij Gods woord leest. Als wij Gods woord lezen, maakt God ons ook alert. En dan kunnen wij specifieke voorbeden doen. We zien ook een stukje nederigheid bij Daniël. In alles zien we dat Daniël God de eer geeft. God heeft hem de gaven gegeven om dromen
en visioenen uit te leggen. En zelfs werkt het in het profetische. Wat bijzonder. Maar in alles, als je heel Daniël leest, zie je dat hij steeds weer voor die belangrijke koningen komt en zegt, ik kan het niet, maar de God van hemel en aarde die God gemaakt heeft, die kan het wel. Dat is bijzonder. Die nederigheid. Daniël heeft ook altijd een waakzaamheid. Hij ziet de toekomst. Hij is profetisch. Hij ziet de 70 jaren die voorbij is en hij gaat op de bressen staan. Hij is waakzaam. Maar vooral ook is er een toewijding van Daniël. Een toewijding van Daniël aan God. Hij gaat vasten en bidden tot er een doorbraak komt. Wauw, dat is toch ook iets. Denk ik, wauw, hoe kan ik God dienen? Nou, door die toewijding die Daniël ook heeft, om die ook toe te passen. Om alertheid te hebben. Om een stuk nederigheid te hebben. Om waakzaamheid te hebben. En de toewijding te hebben aan de Allerhoogste God. Wat bijzonder. Dat is een verlangen die ik ook wil. Jacob, mijn man, heeft een mooie serie gemaakt van Daniël Geloof in Actie. Waar hij nog meer principes uit naar voren haalt. Bij mij is het meer de Hebreeuwse wortels ervan. God heeft een doel met Daniël, ondanks zijn moeilijke situatie in een occult land in Babel. Maar God gebruikt Daniël ook daar. God wil jullie allemaal gebruiken, waar we ook maar zijn. God wil ook altijd jou weer gebruiken. Wij als Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem zien, mogen ook zien, net zoals Daniël een vooruitziende blik had over de profetieën die God vervult. En nu zijn we veel later dan Daniël, maar we zien dat God zijn volk nog steeds niet verlaten heeft. En dat God op dit moment bezig is om Gods volk terug te brengen, vanuit de hele wereld. En wij als christenen mogen daar een deel van zijn. Wij als Internationale Christelijke Ambassade brengen op dit moment weer heel veel Ethiopische Joden terug. Vorige week is het nog gebeurd. Een nieuwe golf die bezig is na de corona om gezinshereniging plaats te doen vinden. Opnieuw worden er ongeveer 3000 Ethiopische Joden teruggehaald. Maar op dit moment natuurlijk ook de Joden uit Oekraïne, maar ook uit Rusland, zelfs uit Amerika. God gaat door met het thuisbrengen van zijn volk. En wij mogen er allemaal deel van zijn. Kijk mee hoe de Ethiopische Joden teruggebracht worden vorige week. Tot de volgende keer. Here at the Ben Gurion Airport. Soon we're going to be welcoming a flight of Ethiopian immigrants. This is the continuation of the Tzul Yisrael, the Rock of Israel operation by the Israeli government. In the last year, we'll be welcoming 3,000 Ethiopian immigrants throughout the course of 2022. Today, the first flight of 180 is set to arrive. Very exciting. We're thankful so much for all of our friends around the world who have donated so generously to make this possible. These immigrants have been waiting for years, longing to be reconnected with their families, and today is going to happen. Israel, for in the north, for in the south, and all the staff.
are excited and we are ready to accept the Israel. So a journey ends of waiting for years and years, and another journey in Israel will very soon continue. Chau 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 ch